Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk help mij God almachtig. En dan geef ik je, ben ik nu de eerste die jou mag feliciteren met je beëdiging als burgemeester. En zoveel meer dan de box geven wij elkaar. Zo werd Barry Link afgelopen woensdag 15 september beëdigd als burgemeester van de gemeente Veendam. Kort daarvoor kreeg hij op weg naar het cultuurcentrum van Berestein een speciale begroeting van de brandweer. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Job Westerhuis en wethouder Hint-Jan Smaal verwelkomden het echtpaar en hun kinderen. Na het drinken van een kopje koffie in de foyer van het cultuurcentrum kon de bijzondere vergadering van de gemeenteraad beginnen. Het is 4:30 in de middag. We gaan samen beginnen aan wederom een bijzondere raadsvergadering van de gemeenteraad van Veendam. We hadden elkaar al welkom geheten, dus dat doen we niet meer. Gaat u lekker zitten. En wie waar zit, maakt ons niet zoveel uit. U komt strak in beeld. Dank u wel, prima. Commissaris van de Koning René Paas las voor uit de profielschets en vond dat Barry Linke daar prima in past. We zijn vriendelijk en duidelijk, nuchter en gepassioneerd, ondernemend en hoeven niet op te vallen. We durven ons eigen pad te kiezen en daar zijn we eigenlijk wel trots op. Nou, Veendamme wint of niet, daar past een burgemeester bij die trots wil delen, die trots wil uitdragen, die zelf ook durft te pionieren en te ondernemen. Die niet bang is om zijn nek uit te steken of iets nieuws te beginnen. En ik vind het dus geen wonder dat de gemeenteraad van Veendam uit alle kandidaten juist Barry Link uitkoos. Want ga er maar aan staan. Geboren in de Achterhoek, bestuurlijke ervaring opgedaan in Schinnen, in het, ja, vanuit ons perspectief, diepe zuiden van het land. En in Gelderop-Mierlo, iets minder zuidelijk, maar als je zo verder naar het noorden zit, dan vallen die nuances eigenlijk niet op. He, voor ons als Noordelingen is dat net uit de buurt. En het getuigt van ondernemingszin, van zelfbewustzijn, van kracht, maar ook van nieuwsgierigheid als je dan zegt, ja, ik durf eigenlijk wel de stap te zetten om het boegbeeld te worden van een gemeente in een heel nieuwe omgeving. Voor zover er verschillen bestaan in Nederland, en ja zeker die bestaan er, heb je de extreme dan wel gevonden. Een ander landsdeel, andere cultuur, andere gewoontes, van de zachte G naar de ingestikte N, of in je eigen woorden van kumpjoed naar komt goud. Na toespraken van onder andere Christel Knot, de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, en wethouder Hint-Jan Smaal, werd de burgemeester de ambtsketen omgehangen. In verband met de maatregelen rond het coronavirus werd het dit keer gedaan door de echtgenote van de nieuwe burgemeester. Het is net over je juwelierszaak werk nu, hè? Een plechtig moment. Zit als gegoot. Daarna was het de beurt aan Barry Link om zijn eerste toespraak als burgemeester te houden. Hij liet daarin duidelijk blijken dat hij er zin in heeft om in Veendam aan de slag te gaan. Ik sta te popelen om hiermee nu aan de slag te gaan. En ben ervan overtuigd dat hartverwarmend Veendam de gemeente van ruimte, van diepgang en ontmoeting, die terecht beklemtoont dat er meer is in Groningen, mijn hart niet alleen sneller laat kloppen, maar ook spoedig zal veroveren. Welvaart komt niet vanzelf, maar wordt geweven, draad voor draad. Ik ga waar mogelijk samen met Carolien met trots en dienstbaarheid aan de slag om hieraan mijn en onze bijdrage te kunnen leveren. Dank u. Na afloop van de bijzondere raadsvergadering was er nog een fotomoment met de pers.